Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, collega's. Het conflict tussen Israël en Palestina, het oudste in de streek, mevrouw Mogherini, zoals u zelf zei, geeft mij vaak het gevoel van een eye for an eye. En dan wil ik eigenlijk teruggrijpen naar Gandhi, die lang geleden zei: an eye for an eye makes the world go blind. En dat is, beste collega's, hier in het halfrond wat wij niet mogen zijn. Wij mogen niet blind zijn voor wat er daar gebeurd is en wat er daar nog elke dag gebeurt. Nederzettingen, hoge muren en prikkeldraden, kinderen die niet naar school kunnen gaan, raketten vanuit Gaza en bommen vanuit Israël. Ik ben er geweest, collega's, en ik heb het gezien. En eigenlijk moet ik u zeggen, is het een schandvlek dat dit anno 2015 nog steeds aan de hand is. Ik heb zelden, mevrouw Mogherini, een conflict gezien dat zoveel mensen beroert, dat zoveel mensen doet kiezen in een kamp, ook hier in onze fracties. En vandaar toch dat ik de coördinator van harte wil feliciteren en danken. We hebben gisteren 4 uur onderhandeld en ik ben heel erg blij dat we tot een akkoord vandaag gekomen zijn. Mevrouw Mogherini, we hebben elkaar dit weekend in Luxemburg nog gesproken en heel lang gedebatteerd. En u bent denk ik ongeveer vandaag of gisteren een jaar aan de slag. En ik vind dat u uitstekend werk heeft geleverd. En het is zoals collega Brok zei, u heeft met uw akkoord met Iran eigenlijk echt wel getoond dat u een dame bent met moed, met kracht. U heeft heel veel vertrouwen gewonnen. Maar dan leggen we natuurlijk nu ook een zware last op uw schouders. En wij hopen dat u nu ook hier alles op alles zet om dit conflict tot een oplossing te brengen. Ik zou willen verwijzen naar het debat van deze ochtend, waar president Juncker toch wel heel erg hard de nadruk heeft gelegd op de aanpak van de asiel- en migratiecrisis. En ik kan het niet aan doen, maar ik heb het hier al vaak gehoord. Aylan, het jongetje dat de dood heeft gevonden. Ik zou even willen zeggen, Aylan heeft heel veel vriendjes en heel veel ouders die ook willen leven in vrede. En laten wij hier nu eens alles op alles zetten, het gezond verstand gebruiken, iedereen erachter scharen. Mevrouw Mogherini, u heeft onze steun alvast om naar New York te gaan en te zorgen dat die twee partijen tot een oplossing komen. Heel veel succes.